Provincieambtenaar Baarspul, die voor de bankieren verantwoordelijk was, schakelde de geldmakelaar in om in contact te komen met bedrijven die geld van de provincie wilden lenen. De geldmakelaar liet zich daarvoor door de provincie fors betalen en diende ook fictieve rekeningen in voor transacties die nooit hebben plaatsgevonden. In totaal gaat het om een bedrag van 1,8 miljoen gulden dat de makelaar aan de provincie moet terugbetalen. Ik vind het niet een zaak om in overwinningen te spreken, wat wel heel duidelijk is dat de rechter het met ons eens is dat er op een onrechtmatige manier, want daar gaat het om, rekeningen zijn verstuurd en betaald. Uit het vonnis valt ook af te lezen dat Baarspul hoogstwaarschijnlijk steekpenningen heeft aangenomen. In het jaar dat vooraf ging aan het bekend worden van de Citeco-affaire ging het om een bedrag van 3,5 ton. De geldmakelaar en Baarspul hadden de deal gemaakt dat een kwart van al het geld dat bij de geldmakelaar binnenkwam werd doorgesluist naar de privérekening van Baarspul. Met andere woorden, Baarspul deed indirect een greep uit de kas. Wat de onderzoekscommissie van Dijk al in oktober 1999 vermoedde, is nu door de rechtbank bevestigd. Er was tijdens de Citeco-affaire tenminste één geldmakelaar actief die het niet zo nauw nam met gemeenschapsgeld. Tegelijkertijd is opnieuw pijnlijk blootgelegd dat het controleapparaat van de provincie Zuid-Holland hopeloos heeft gefaald. En dat het deze makelaar wel erg makkelijk werd gemaakt om 1,8 miljoen gulden in zijn zak te steken. Er zijn een heleboel zaken fout gegaan. Sommige zaken doordat wij niet goed georganiseerd zijn. Maar ook, en dat blijkt uit deze uitspraak, ook omdat er tussen mensen afspraken gemaakt zijn die niet passen in de manier waarop je op een goede en fatsoenlijke manier met overheidsgelden omgaat. De Citeco-affaire was een groot politiek schandaal. De provincie Zuid-Holland bleek in het geheim bankje te spelen met maar liefst 1,7 miljard gulden. De affaire kostte de commissaris van de Koningin, Leemhuis, 3 gedeputeerden, 2 topambtenaren en de griffier hun baan. Tegen Baarspul loopt een strafrechtelijk onderzoek. Hij is nog niet veroordeeld, maar dat geldt dus wel voor de betrokken geldmakelaar. Zo eist de Citeco-affaire na 1,5 jaar nog steeds zijn slachtoffers.